Ik ben Roel Eerdam, ik ben bestuurslid van het Park Podium en ik organiseer niet, we stellen het podium ter beschikking voor organisaties die wat willen organiseren hier. En we hebben op 24 september, bestaan we 1 jaar en dan hebben we een groot feest, dus jullie zijn allemaal welkom. Ik wil graag iemand interviewen van Pieter 80. Hoe heet u? Mijn naam is Henna Kanaai. Ik ben hier vrijwilliger voor het parkpodium. Ik help het mede organiseren dat er gewoon leuke activiteiten gedaan worden op het parkpodium. We ondersteunen de mensen die gebruik willen maken van het parkpodium. Ja, en dat is het een beetje. Wat organiseert u hier op het parkpodium? Op het parkpodium worden de diverse dingen georganiseerd. Je hebt de Battle of the Schools, dat is elk jaar. Het eenjarig bestaan komt eraan, dat is 24 september. Er is een festival geweest ook in mei afgelopen jaar. Er zijn gewoon heel veel activiteiten, ook de deelgemeente maakt er gebruik van. En iedereen mag er gebruik van maken. Als ze iets willen doen, een opera in de wijk is ook geweest. Ze kunnen altijd contact opnemen met het parkpodium. En dan kunnen we kijken of er een dagje vrij is en kunnen ze daar iets organiseren. Ik ben mevrouw Trombert. Ik ben voorzitter van de Parkpodium 1943. Daar hebben we heel lang voor gevochten dat we dat hier in het park kunnen waarmaken. Jullie kunnen er allemaal gebruik van maken. Het is voor de wijk en voor de bewoners en de kinderen. Iedereen mag komen. Iedereen die zin heeft. Iedereen die een leuke, gezellige dag wil hebben, die mag daar komen. Want het parkpodium is voor en door de bewoners van Delfshaven is het tot stand gekomen. Dus die mensen mogen ervan genieten. En het kost niks. Dank u wel, mevrouw Henna. En tot de volgende keer. Oké, dank u wel. Helpen, dat is gratis. Het gebruik van het podium is eigenlijk ook gratis. Maar we moeten toch onze onkosten, tenminste het onderhoud, moeten we betalen. En daar vragen we een kleine vergoeding voor. En dat is €25 per dagdeel. De volgende is 24 september. Dan bestaat het parkpodium 1 jaar. Is die echt opgeleverd. En dan hebben we een groot feest met rapbands, met Surinaamse bands, Marokkaanse bands, met alles eigenlijk. En kraampjes en het is gewoon gezellig. En ik zou zeggen, kom gezellig langs. Jullie wonen hier in de buurt. Kom even kijken en kom ervan genieten.